Jongens, hoeveelste dag is het? De derde? Quattro. Quattro. Ja. Ja. Gisteren getest. Op het einde nog een beetje last gehad met de FC-Link. Ja. Ja. Strategie duurde lang. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Ja. FC-Link gefixt. Dat gaan we testen. Strategie afmaken. En dan gaan we hopelijk vandaag de eerste heat met strategie rijden. Ja. En de bandenwissel. Bandenwissel, ja. Oké, stay tuned. Ja. Stay tuned. Welkom bij vlog 4. Tot straks. Nou jongens, dit is de tweede dag van de test. We gaan zo meteen in de ochtend hebben we nog een testsessie. Daar gaan we zo meteen voor klaarstaan. En daarna in de middag kunnen we gaan racen. De warning van gisteren die is kwijtgescholden. Okay. Nice. Dat was gewoon voor het testen. Want wat voor warning was het? Het was de warning omdat we over de blauwe lijn hadden gereden. Dus we zijn weer clean sheet. Helemaal geen risico's. We kunnen weer tegenaan. Jonny, wat ga je doen? Ik ga rijden. Eigenlijk was First Driver een beetje moe. Dus ik ga nu slapen zodat hij fit is voor de competitie. Dus voor nu ga ik even de testrit overnemen. Ja, ik ga een beetje testen of de auto het doet. Bob is ondertussen ook een strategy aan het maken. Dus met een beetje geluk kunnen we Jannel ook nog de strategy laten testen. Sir, what are you listening? Instant Crush by Deathpunk. Waar zijn die oortjes nou wel voor? Ja, we hebben de oortjes voor communicatie tijdens het rijden. Dus we hebben vooral Bob, onze strategy engineer, die heeft een enorme strategie en die overziet ook het rijden. En die moet communiceren met de driver, Feiko, in de auto. En dat doen we over een bepaald kanaal en ik luister samen met een paar anderen ook mee voor als er andere input nodig is. Of als er iets anders geregeld wordt. Dus vandaar de oortjes. Hoe ging het rijden? De rijden ging goed, denk ik. Hoe was het? Spannend, maar heel leuk. Op het moment was het een beetje druk op de track, dus toen even goed toeteren en een beetje remmen. Maar we hebben ook voor het eerst een rondje op de strategie gereden. En? Spannend om te zien hoe dat ging, maar terwijl je hoeft alleen te sturen en verder versnelt hij en remt hij automatisch af. En dan rijden we de efficiënte ronde als het goed is. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit is gekomen, maar het was zeker heel leuk. Gaat het goed komen? Gaat goed komen. Hebben jullie genoeg bandenwissel? Hebben jullie nog genoeg tijd? Meer efficiënt. Ja. In principe wel, tenzij de remmen achter moeilijk gaan doen, maar dat verwachten we dat het een snelle fix wordt. Is die plop voor bij het opblazen? Ja, die plop, hij moet als het ware weer op de rim gedrukt worden, de band. En dan doe je er heel veel druk erin te spuiten. En dan plopt hij zichzelf in place. Nu waren het nieuwe banden, dus die waren nog iets strakker en daarom klopte hij nog veel harder. Jules, de eerste heat is om 1:30. Zijn we er klaar voor? Bijna. De rem wordt nog ingezet, de band wordt nog ingezet. En dan, het is nu 1 uur, dus we hebben nog een half uurtje. De rij begint langzaam te vormen, maar hopelijk zijn we op tijd. Oké, Lars, wat ben je aan het doen? Ja, we zagen andere teams de kleppen aftapen voor de betere aero, dus wij dachten dat kunnen we ook. Dus toch die paar procent op de aero. Tijdens de wedstrijd hoeft hij er niet als mooiste uit te zien, nee. Maar hij moet gewoon goed presteren. Daarom. Dus het mooiste zeker niet. Maar aerodynamisch wel. Ja. Perfect. Ah, allemaal voor de aero. Nog een tape erop zo en dan. Yes, we gaan de eerste heat rijden, de allereerste attempt. Dus er staat al een rij, wij sluiten hier zo meteen mee aan. En dan gaan we 10 laps rijden rond de circuit om zo de eerste attempt neer te zetten om te kijken hoe efficiënt wij eigenlijk zijn. Ja, en deze telt dus al mee? Deze telt dus officieel mee, 1 van de 4, ja.
Ondertussen wordt hier hard doorgewerkt. Hoe gaat het hier? Noor, wat zijn jullie aan het doen? Ja, wij zijn nu een intro aan het filmen voor dit filmpje. Heb jij er vertrouwen in? We gaan straks de eerste heat rijden. Ik heb er helemaal vertrouwen in. Het strategie en alles dat tot de laatste uurtjes vannacht is uitgewerkt, moet het denk ik wel goed komen. Dus, hoe ging het met de remmen? De nieuwe banden zitten erop. Het was nog best wel krap, omdat de race was vervroegd vanwege mogelijk regen. Maar het is gelukt, ze lopen vrij. Ze zijn hard op gepompt. Dus dat. Ben je er klaar voor? Zeker. Oké, Lars. We gaan nog een keer door een keuring. Wat gaan ze hier testen? Nou, we weten het niet precies. We komen net aan en we zien het allemaal. Dus we proberen wel achter te komen. Maar... Ik ervaar lichte zenuwen. Hoe zit het bij jou? Ja, ik ook. Ja, er staan een keer allemaal regels en strategie. We waren iets te snel. Dus ja, het was stress. Ja. Dit moet nog aan. Wacht, gaat dat? Op 1.3. 1.3 volt, de display setting. Hoeveel, Liam? Minimaal 48, doe maar 50. Oké. Oké, Martijn, wat doen jullie nu nog? Dus de caps aan het opladen, zodat we gelijk chill weg kunnen rijden. En Han die is kijken of alle tubing leakvrij is. Oké. Ik geloof dat het zo is. Leakvrij toch? Ja. Ik heb hier in de gaten houden of niet? Ja. 1. Gewoon lekker doortillen? Ja. We gaan naar de 70. Zo was het. Willen we niet oefenen? Dat is heel test. Ze gaan nu tillen. Om te beginnen met rijden. Je kan niet zoeken. Oké, ja. 3, 2. Thomas, waarom is de brancard precies afgetaped? Zeg voren. Ja, de brancard is afgetaped omdat we dan precies weten waar het nulpunt is. We hebben hiervoor genuld, de GPS genuld. En door dat elke keer opnieuw te doen, weten we zeker dat de GPS op de goede plek zit. Dat we niet ineens afwijken van onze echte racelijn. Yes. Rechts achter de zoek. Ik ben niet gezien. Ik heb je tegel, ik hou je tegel kijken. Waarom hebben ze nog de kleppen open? Ja, de kleppen die staan open om eigenlijk fuel cell compartment te ontluchten. Want de fuel cell die laat van nature een beetje waterstof vrij en die kan de meting verstoren. Dus vandaar dat we nu eigenlijk het energiecompartiment ontluchten. En er is nog één meting. Weet je precies wat ze daar gaan doen? Of moeten we dat nog zien? Ik denk dat we dat nog zullen zien, maar één van de metingen is sowieso dat we door de remtest heen moeten komen. Dat is volgens mij een remtest onder de hoek van 12 graden. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Hoe voel jij je over de remmen, Thomas? We gaan het zo zien. Ja, rechtsachter werkt eigenlijk niet, maar linksachter wel. Allebei de voorremmen ook. Dat zou in principe genoeg moeten zijn. Dus ja, wel spannend, maar het gaat wel denk ik lukken. Gehaald. Julian. Kan. Het is nu 10 voor half 3. Als we om 52 de baan op gaan, dan zouden we in theorie nog genoeg tijd moeten hebben om onze rondes te rijden. Okay. Dus we hebben nog zo'n half uur om hier door te komen en de baan op te gaan. En op dit moment lijkt erop dat dat wel moet gaan lukken, maar ja, het blijft spannend. Ja, dus we gaan zo meteen dan ook echt beginnen met rijden. Hoe het werkt, dus je rijdt dus 10 rondjes over deze track.
En aan het begin van elke rondje moet je stilstaan. Zodat het lijkt alsof je bijvoorbeeld voor een stoplicht zou stilstaan in een stad. Omdat het een stadsauto is. En over die 10 rondjes meten we dan hoeveel verbruik er is. En op die manier kunnen we vergelijken met andere teams hoe efficiënt we gereden hebben. En hopelijk zijn we dan dus de efficiëntste en winnen we de race. En we krijgen in totaal 4 keer mogen een poging winnen om die 10 rondjes te rijden. En nu gaan we dus hopelijk onze eerste ronde rijden. Dat zal grotendeels nog niet de meest efficiënte zijn. Deze ronde proberen we nog een paar dingen uit, kijken hoe het gaat. En dan vanaf ronde 2, 3, 4 gaan we echt ervoor om zo efficiënt mogelijk te zijn. Oké, Feiko, je hebt hem op 3.45 staan. Hier gaat rijden, je rijdt gewoon weg op de strategie. Want ik weet niet of dat al duidelijk is, maar ik weet niet of dit een rondje is of niet. Spannend, jongen. Wat leek het te zijn? Ja, het leek dat er iets los was gekomen waardoor de motor gewoon niet aangesloten stond op het systeem. Okay. Daardoor reed hij niet en dachten we dat er een veel groter probleem was. Maar zoals het nu lijkt is het dus relatief klein en makkelijk op te lossen. Dus we gaan het nu gewoon nog een keer proberen en dan gaan we het zien. Hoe laat moesten we starten? 2 uur 52. Het is nu 2 uur 42. Dus dat is niet lekker. Wat is er nu nog gebeurd? Ja, we hadden dus nu wel de helling gehaald, alleen ze gingen waterstof meten en die was te hoog. Want we zijn er nu de tweede keer doorheen gegaan. Ja, we gingen er voor de tweede keer doorheen en toen is heel veel waterstof opgebouwd in de achterin. Dus nu gingen ze meten en was die te hoog. Dus we gaan nu even wapperen en weer proberen. Als er geen lek is dicht bij de vissel, als er wel lek is, dan kan ik er dichtbij. Gasten. Ja, zonder Roes. Nee joh. Morgen nieuwe kans. Zij hebben gewoon 2 Helaas. Vandaag gaat het niet zoals gehoopt. Dan heb je soms ook dagen ertussen zitten. Doordat er in de aanloop naar onze poging een paar dingen steeds misgingen, een paar kabels die niet goed zaten door alle haast die ontstond, waren we niet meer op tijd om een ronde te kunnen beginnen. We zijn heel strikt op tijden, omdat natuurlijk heel veel auto's het parcours moeten. Dus hebben we vandaag geen ronde meer kunnen rijden. Dat is gewoon natuurlijk heel jammer, vooral voor onszelf een beetje tegenslag. Maar gelukkig hebben we morgen wel nog 2 keer zoveel tijd om die rondes neer te zetten. Dus we moeten morgen gewoon met een frisse blik en nieuwe moed er tegenaan. En ik ben er zeker van dat het dan allemaal wel gaat lukken. Dus het is nu even jammer, maar ook hier komen we wel weer bovenop. We weten nu precies wat er allemaal mis kan gaan. Dus morgen weten we wat we moeten doen, wat we ook vooral niet moeten doen. We hebben nog 2 keer zo lang als vandaag. We hoeven maar 4 keer 10 rondjes te rijden. We hoeven er eigenlijk maar 1 keer te doen. Doe maar 1 goede. En gewoon 1 goede hoeft er maar tussen te zitten. Ja, zoals Koen net verteld heeft, is het helaas niet zo goed gegaan. We hebben net even het zaal overlegd wat er mis gaat en wat er beter kan gaan. We gaan nu gewoon inpakken en vroeg naar huis. Het zijn lange dagen pas allemaal geweest en hopelijk zijn we dan morgen weer wat scherper.
Dus ja, nu even opwarmen en dan ga ik naar huis. Ja, het was best veel haast nog op het einde om dat goed te krijgen. Maar in alle haast om de auto dan ook echt op werk bij het start te krijgen, zijn gewoon simpele foutjes. We hebben net met z'n allen op de camping afgesloten. We hebben geëvalueerd. We hebben met elkaar besproken hoeveel zin we er weer hebben. We kijken er met volle goede moed weer tegenaan. Morgen gaan we weer knallen. En in de 5e vlog gaan jullie dat allemaal zien. Dus blijf kijken, want morgen wordt een topdag.